Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesville. En in deze video gaan wij een supply drop opening doen met 2400 crypto of cut points. En dat is natuurlijk 12 rare supply drops. En hopelijk gaan wij super sicke shit eruit krijgen. En wat ik graag wil hebben is bij de gewone soorten wapens wil ik graag de Chaos of de Flatline hebben. Dat zou ook heel chill zijn, de Ripper. Want dat vind ik echt een ziek wapen. En je hebt ook nu een nieuwe soort dinges, wapens wat je eruit kunt krijgen. En dat is de Mark II Collection. En je ziet het al, die camo's zijn fucking ziek. Het zijn natuurlijk gewoon dezelfde wapens als de normale class. Alleen met één gekke camo erbij. En je ziet daaronder ook 15% extra XP per kill. En dat lijkt me fucking sick om gewoon zo'n wapen eruit te krijgen. Ik heb al een Lion Machine Gun. Deze heb ik al. Maar ja, mij lijkt het gewoon fucking vet om een Chaos of Flatline iets eruit te krijgen. Direct heb ik al. Maar het zou ook wel grappig zijn als we die in zo'n variant krijgen. Dus wij gaan 12 supply drops openen. Dus let's fucking go. Oké, de eerste jongens. Kom op. Beter krijgen we ook iets vets. Natuurlijk, calling cards en emblems zijn ook altijd welkom. Beam, boom. Een Colombia lol, een sniper camo. Ze hebben trouwens alle calling cards ook in een soort van camo's gemaakt. Dus dat is best wel grappig. Wel een forward salute tand. Die had ik nog niet. Dus dat is wel nice. Oké, we hebben één duplicate. Dus we gaan gewoon gelijk verder. Ik krijg natuurlijk ook salvage per supply erop. Dus dat is ook wel chill. Oh my god. You real? Die camo is fucking sick. Het is een legendary. Alleen ik had hem al voor mijn knife. En voor een knife. Waarom niet voor een assault rifle of zo? We gaan gewoon gelijk door, jongens. Let's fucking go. Trouwens, ik wil jullie echt super hard bedanken op de vorige video. De support was echt insane, ziek. Wow, thanks daarvoor allemaal. Jiraski kwam ook zelfs langs. Super tof. Jan, dat jij ook even langs kwam. Super sick. Dat is gewoon fucking ziek. Dat is gewoon fucking ziek, man. Beter krijg je iets goeds. Oké, die hoef ik niet. Oh, dat is wel gek, helpie. Had ik die nog niet? Letus, hij is nieuw. Oké, die is wel nice, though. Die is wel sick. Nice, daar ben ik wel blij mee. Nice dat ik die heb. Oké, kom op. Beam, iets goeds. Lol, what the fuck? Oké, oh, yes. Yes, nice. Die camo vond ik fucking ziek. Alleen ik had het op mijn LMG's en nu op mijn submachine guns. Sick. En dit zijn ook weer twee nieuwe camo's. Wel common. Maar oké. Bone en Woodland. Nice, nice. Oké, we gaan gewoon gelijk weer verder, jongens. Oké, kom iets goeds. Beam. Ik weet niet of ik die had. Volgens mij niet. Ik weet niet zeker. Lol, die calling cards. Volgens mij had ik... Ja, die had ik... Oké, ik had deze nog niet. Sick. Nieuw wapenvariant. Damn. Want de Titan... op zich is het best een chille Lion Machine Gun, jongens. Ja, dus ik ben er wel blij mee. Nice, nice, nice. Kom op, iets goeds. Kom op. Beam. Oké. Een wafel camo. Oh, die is fucking pro. Ah, die andere twee had ik al helaas. Maar die wafel camo had ik nog niet. Alleen wel voor shotguns. Kom op jongens, ik wil AR-camo's. Dat zijn de fucking ziekste. Kom op, goed wapen. Beam. Oh, weer voor een LMG. Ze hebben zeg maar, dit is een calling card though. En ze hebben die ook weer in een camo verwerkt. Wel 100 salvage though, dus dat is wel chill. Oké, kom op. Een wapen. Kom op. Wel een assault rifle camo, maar volgens mij is die niet zo mooi. Want hij is ook common en ik ken hem volgens mij al. Kut man. We hebben nog 3 fucking supply drops te gaan. Dus we gaan gewoon, we gaan gewoon nog verder. En hopelijk gaan we een goed wapen eruit krijgen. Dan word ik echt sick. Dan is echt sick. Jongens, ik hoef die... Ja, salvage is altijd chill, maar ik hoef niet een duplicate. Ik wil graag iets nieuws. Oké, de ene laatste, jongens. Kom op. Please, doe iets. Iets goeds. Please. Oké, bam. Oh, lot. Die camo heb ik volgens mij al net gekregen. Of niet? Nee, die had ik nog niet. Oh, die sniper camo is wel sick, maar ik gebruik niet zoveel snipers. Dat is het nadelen aan. Kut man, oké. Wel vette camo's, though. We gaan naar de laatste supply drop. Dus ik doe mijn ogen dicht. En we gaan kijken. Ik kijk wel naar links, dat is ook goed. Oké, kom op, iets goeds. Volgens mij heb ik iets goeds, of niet? Holy shit! Oh, dat is ook weer een kak. Een lounge kak. Oh my god. Een lounge camouflage. Oké, we gaan nu even alles kijken wat we nieuw hebben. Of we hebben heel veel wat nieuwe dingen. Bij de Merc hebben we volgens mij een helmpie, toch? Ja, deze. Ik had die ook in het blauwe. Wel groen. Hebben we iets? Een mooi pakje erbij of zo? Oh, deze passen we toch wel bij? Of moet ik iets anders hebben? Nou, we doen gewoon deze. Deze past wel mooi. Oké, dus bij de specialist gaan we even langs. Hebben we hier iets nieuws? Quartermaster. Nee, oké. Dan gaan we naar de FTL. Hebben we hier iets nieuws?
Nee, niet dat ik weet. Waarom geven ze dat trouwens niet aan bij specialist? Ik zie helemaal niet. Oh, hier hebben we volgens mij iets nieuws. Oh, dit is iets anders. Ja, hier hadden we toch zo'n army of zo? Ja, deze. Deze hadden wij. Hoe ziet hij eruit? Beter laat hij mijn poppetje even. Hallo? Oké, okay, nou, hij heeft er even geen zin in. Hé, hey, mijn poppetje is weg. What the fuck? Oké, okay, nu is hij weer. Hoe ziet dat ding eruit? Oh, het is gewoon een army ding. Wacht, hoe ziet het er... Hebben we... Nee, we hebben er niet echt een pakje voor. Nou, oké, okay, oké. Okay. Het is toch iets nieuws, weet je. En hier hebben we waarschijnlijk niks voor. Nee. Nou, oké. Okay. Dan gaan we naar de camo's toe. Want volgens mij hebben we best wel wat camo's. Deze mooie Blue Dot camo is gewoon fucking droge camo. Oké, okay, even zien. Wat is hier iets nieuws? Ja, dit. Oh, wat heb je hier aan, gast? Hier hebben we nog één. Kerel, dat zijn niet eens camo's. Dat is gewoon een fucking... Ja, het wapen iets anders maken, de uiterlijk. Maar het ziet gewoon precies hetzelfde uit als de common versie, dat je er niks op hebt. Ja, oké, okay, dit is de flatline. Of de... Ja, je snapt het wel. Oké, okay, F-scene. Nou, dan gaan we naar het volgende wapen. Hier hadden we hier six voor. Hier hadden we deze voor. En deze vind ik best wel sick. Is natuurlijk zo'n... ja, wat is er? Een rainbow camo. Ja, dus dat is wel sick. Maar ik heb ook nog wel... Ik had ook deze camo die ik er nu op heb. En die vind ik iets mooier erop staan. Dus ja, we houden gewoon deze. Maar oké, okay, nice dat we die hebben gekregen, though. Dus ja. Oké, okay, hebben we nog iets... Voor de snipers hadden we hier een vette camo. Dat weet ik nog. Even zien. Dat was deze. Kijk, holy shit. Hij is wel sick, though. Alleen, kut, man. Snipers, die gebruik ik niet zo vaak. Oké, okay, wacht. Dan gaan we naar het volgende. Oké, okay, we hebben hier een weapon variant van. Die had ik nog niet. Nice. Oh ja, hier hadden we een legendary. Hier heb ik kapot weer variants van, jongen. Ik heb natuurlijk ook de epic. Die vind ik persoonlijk het chillst. Maar oké, okay, we hebben deze er ook bij gekregen. Dat is wel super sick. Thanks. Oké, okay, voor de volk hebben we een common. Oké, okay, daar heb je gewoon geen zak aan. Hebben we nog ergens anders camo's voor gekregen dan? Voor LMG's. Well, LMG's hadden we een nieuwe. Dat weet ik. Dat was een, de nieuwe deze. Dat was zo'n vette leeuw camo. Alleen, ja, je ziet hem niet heel goed, de leeuw. Maar we hebben ook zo'n andere nieuws. Ze hebben heel veel nieuwe camo's toegevoegd en dat was sick. Was dat voor... oh nee, was voor de lounges. Oh man. Zo, oké, okay, we gaan deze aanzetten. Even zien. Hier, hier, kijk, deze. Hè? Hippie had ik. Volgens mij hadden we nog... Oh, dit is ook wel vet hoor, zo'n boom camo. Zeker met zo'n grenade lounge. Dat is geniaal. Hier, heel van die chili... Kijk, deze hadden we. Holy shit. Dit is best wel vet, zo'n roze camo. Kut man, waarom hebben die op de lounges... Nou oké, okay. We hebben heel veel nieuwe stuff gekregen. En ja, hopelijk vonden jullie deze supply drop super ziek. We hebben natuurlijk helaas geen wapens gekregen, maar er komt nog wel een keer. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Thanks voor de support op mijn kanaal, want het is echt insane gegroeid vandaag en gisteren. Holy shit, thanks allemaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later.